gaan vanmiddag gezellig naar Marjan toe. But I'm coming out of my shell, and I never thought I would fall in love with someone just like you. And nobody here. Ja, lieve vrienden, een hele goede middag. Het is vandaag zaterdag 10 juli. En we leven om 17 minuten over 1. Ik ben wat laat, maar ja. Moeder Natuur die riep, ja, en dat gaat ervoor, hè, weet je. Ik moet de honden nog uitlaten. En Moeder Natuur was nogal lastig, dus ja. Maar oké, welkom bij weer een nieuwe vlog van Corinne en de Beestenboel. En ik zei dus al, het is zaterdag, Kandal zit achter de deur, die komt er niet uit. De rollator staat al klaar. Ik ga met de honden lopen en als ik terugkom... Ja, en omdat ik laat ben en moeder de natuur lastig was, moet ik dus ook nog even een broodje eten. Maar we gaan vanmiddag gezellig naar Marianne toe, want die heeft een hele mooie, kleine, prachtige tuin. En dat gaan we even filmen ook voor jullie. Dus we nemen jullie gezellig mee. Dus ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie doen gaan, maar ook wat ik ga doen. Ja. En de meisjes, hè? Ja. En de meisjes, hè? Ja. Ga lekker lopen even. Hè? En als we mama meer koetjes zien met de jonkies, dus uiteraard pak ik mijn camera er ook weer even bij. Maar ze is nog wel bij het nest, maar ik zie haar niet. Nee. Ik heb weer met die man staan te praten, die er werkt, weet je. En hij zegt, ja, ze is een degelijk nog, hoor. Oké, ja, dat wist ik niet. Oké, nou ja. Komt goed, zou ik zeggen. Ik zal er vanzelf hopelijk wel weer zien en tegenkomen met de jonkies. Maar ja, dan zal de jonkies ook wel wat groter zijn, denk ik. Ja. Maar oké, lieve vrienden, genoeg gesproken erover. Ik zou zeggen nogmaals, geniet met wat jullie doen, maar ook wat wij gaan doen. Ik zou zeggen, tot later. Doei! It's been a while. It's been a while. Nou ja, mijn kleine sprookje hier, hè. Ja, dus echt, het is klein hier, maar alles doet het zo goed. Dus ja, ik vind het mooi, ik geniet ervan. Dus hier ook in roosjes, prachtig. En ja, er komt iedere keer van alles uit nu, hè. Dat is zo leuk. Dat is echt leuk. Ja, hier mijn kruidjes. Er is een lekker kopje thee van gemaakt, van de munt. Heerlijk. Nou ja, dus... citroengeranium. Ja, ik heb hier allemaal kruidjes staan. Ja, ik vind het net een sprookje hier, alles al. Ja, hier allemaal roosjes. Ja, prachtig. Hier alles bloeit en groeit. En ja, stokrozen die komen ook op, zie je. Hier allemaal komt ook van alles op. Iedere keer zit ik te kijken en denk, god, wat komt er nu naar op? En het is zo leuk, ik geniet ervan. Zie je? Het is maar klein, maar ik ben er blij mee. Ja, ja, de zon is nogal fel. Dus... Zie je? Hier al. Er groeit ook weer van alles, komt van alles op. Leuk, hè? Is toch geweldig? Ja, ik geniet ervan, echt waar. Het is... Hier wat tomaatjes heb ik net gesnoept. En deze, die siererwt, die is gigantisch. Wat is dat gegroeid, zeg. Ja, mijn fiets die zet ik zo weer eventjes op de parkeerplaats. Ja, dat is een beetje crisis hier. Maar goed, weet je, ik ben er blij mee hier. Kijk hier, deze komt ook op. Mooi is die, hè. Heel fijntjes, prachtig. En daar komt ook die blauwe, schitterend. Ja, ik vind ze mooi. Nou, het druif die gaat ook goed. Nou, is toch leuk. Nou ja, zo'n stukje van mijn tuin, hè. Het is echt zo leuk. Alles komt op en ja, het is gewoon mooi. Ik word er blij van. Ik word er echt blij van. Ja, lieve vrienden, mijn klok heeft net 7 uur geslagen. Ik ben weer thuis
Ik ben bij Marianne geweest, zoals jullie allicht weten, want ik heb haar mooie tuin laten zien. Ik ben al met de meisjeshuis geweest en dat heb ik allemaal achter elkaar even gedaan. Dat ik zweet met apenzuur, het is heel vreemd weer, dan weer bewolkt, dan weer zon en benauwd. En op schaduwplekken is het behoorlijk fris, heb je toch wel weer wat nodig. Maar dan kom je zodra je weer die zon in komt, dan is het weer bloedje heet en ook benauwd, rare bewolking erbij en dan is de zon weer verdwenen. Rare vreemde weer vandaag. Nou zijn de honden nog eens een keertje gek. Ja, ook dat nog eens een keer. Dat gaan we ook mee maken. Ah, het bunt toch even, hè? Zo, kan het niet toch dichterbij? Geweldig. Waarom moet dat nou hier al? Ga eens ergens anders. Nou ja, zo dus, hè. En Rijka, die is zo razendsnel, nou ja. Echt razendsnel. Maar oké, ik wens jullie natuurlijk een hele fijne, liefdevolle avond toe. Degene die nog eten moeten, zoals ik. Ja, ik ben nou helemaal laat. Smakelijk eten, bon appetit. En ja, als je televisie wilt kijken, RTL 4 Boulevard gaat niet door. Nee. Dat komt niet, dat is helemaal ontruimd. Dus ja, wat daar allemaal weer aan de hand is. Nou ja, genoeg denk ik, anders wordt dat niet ontruimd. Maar oké, maakt het allemaal niet uit. Zolang het maar niet bij mij is, vind ik al het best. Het is even goed wel erg hoor, ja. Ik heb het wel weer met te doen met die mensen allemaal. Maar oké, wij kunnen er helaas er weinig aan doen. Ja. Ik wou dat de mensen die dat allemaal doen, dat dreigen, etc., er eens een keer mee ophielden. En wapenbezit is al, dacht ik, verboden, meende ik. Ja, nou, hallo. Als je al een wapen hebt en je wilt schieten, schiet dan op jezelf. Ja, verbeter de wereld en begin bij jezelf en blijf van de goede mensen af. Zo is dat. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie avond. En ik hoop tot later op de avond. Ik zou het gisteren ook wel doen, maar weer vergeten. Hè? Ja, dan loop ik met de meisjes en denk ik, ja, ik moet straks even nog filmen. Vergeet je het weer. Ja, dom hè? Ja. Nou ja, ik hoop dat ik het niet vergeet. En ja, anders hebben we pech. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Ik ben ook maar een mens en een mens mag vergeten. Ja, toch? Laat zien dat ik geen robot ben. Ja. Maar oké, lieve vrienden, geniet ze en tot later. Doei! It's been a while, it's been a while.